Goeiedag. Ja, we zitten in een periode van wisselvallig en koel cool weer. Op de fiets is het vaak geen pretje met al die buien die overtrekken. En dan ook nog die lage temperaturen. Ja, die neerslag die valt wel erg op. Hè? Het is april en natuurlijk kan je daar allerlei soorten weersveranderingen verwachten. Maar het is dit keer toch wel aan de natte kant. Normaal valt er in april zo tussen 40 en 50 millimeter. En als we naar dit staatje kijken, dan zien we ook dat april feitelijk de droogste maand van het jaar is, klimatologisch gezien. Met dus die 40 tot 50 millimeter. Maar als we kijken naar de actualiteit tot en met 18 april, dan zien we al dat er een groot deel van Nederland 75 mm of meer heeft gehad. En elders zitten we ook al dik boven dat gemiddelde. En we hebben ja, toch nog zeker wel een dag of tien te gaan. Dus er komt nog wel meer bij. Zeker ook als we naar de weerkaarten kijken, zoals die zich gaan ontwikkelen komende week. Het Amerikaans model laat op zondagmiddag een hoge drukgebied zien boven Groot-Brittannië, met een uitloper richting Scandinavië. Wij hebben dan te maken met een noordwestelijke stroming en boven het oosten van Europa, daar is allerlei lage druk aanwezig. Het hoge drukgebied trekt zich wat terug naar het noorden. En dat betekent dat we die noordelijke stroming boven Nederland gaan houden. En dan zien we in de tweede helft van de week dat er een depressie gaat ontstaan boven het zuiden van Scandinavië. Dat levert opnieuw neerslag op in de vorm van buien of zelfs regenzones die gaan passeren. Kortom, nattigheid blijft voorlopig in de verwachting aanwezig. En dat zien we ook terug in de neerslagkansen. Maandag en dinsdag misschien tijdelijk wat minder buien, maar daarna toch wel. Echt een kans op ja, buien, op regen. In ieder geval op flink wat nattigheid. En dat zien we ook voor de week daarna. dat er toch nog wel behoorlijke kansen blijven. Echt heel droog weer, dat zit er niet in. En dus ook geen weer waarbij de temperatuur hoog gaat oplopen. Sterker nog, de komende week, 22 tot 29 april. met die windrichting die vaak uit noordelijke windstreek is. Ja, een duidelijk te koud weerpatroon. In Duitsland, in de Alpenwanden, gaan we zelfs afwijken. Min 3 tot min 6 temperatuurafwijking. Dat is echt heel laag. En feitelijk doen wij dat ook, hè, overdag. Want nu hebben we te maken met middagtemperaturen van zo'n 10, 11 graden. Wat is gebruikelijk zo, half april? Nou, dan mag je toch echt wel gaan denken aan 15 tot 17 graden van noord naar zuid. Nou, daar zitten we dus echt dik onder. Het is een behoorlijke strook ook waar die temperatuur veel lager is. Want dat geldt ook voor het zuiden van Europa. In Spanje, in Frankrijk zijn ook lage temperaturen. Veel warmer is het in het oosten van Europa en delen van Azië. Dat is goed te zien op deze kaart. Wat gaat er verder gebeuren? We kijken naar de week 29 april, 6 mei. En dan zien we feitelijk nog die strook met die lagere temperaturen dan gebruikelijk. Het scherpste randje is er weliswaar vanaf, maar toch, het ziet er nog steeds blauw uit. En we hoeven hier dus ook niet echt veel warmte te verwachten. Er zijn wel wat modellen die iets hogere temperaturen voorzien. Maar de algemene trend is toch nog wel aan de lage kant. Komt toch vooral ook omdat we ja, met die noordelijke stroming te maken hebben. Die wordt dan misschien wat meer noordoost. We zien een luchtdrukafwijking richting hoge druk in het noorden van Europa. Het is niet al te veel. Maar goed, de stroming kan dan nog steeds wel wat meer uit het noordoosten komen. En die modellen die wat warmer weer voorzien, die laten die stroming dan nog wat verder. Verder draaien naar het zuidoosten. En dan kan je daar wat zachtere lucht gaan krijgen. Nog een luchtdrukafwijking van 6 mei tot en met 13 mei. Nog steeds eigenlijk dat beeld met die hoge druk boven het noorden van het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. En ook hier lijkt toch wel een noordoostelijke stroming overwegend dominant te kunnen zijn. In ieder geval is het allemaal niet zo dat we naar een zuidelijke stroming gaan en dat het daardoor warmer gaat worden. Zo lijkt het niet. Komt ook in de temperatuur tot uiting. 6 mei, 13 mei temperatuurafwijking nog steeds wat lager dan gebruikelijk in Nederland. Boven de oceaan eigenlijk wel wat warmere lucht. En in het zuiden van Europa, daar wordt het langzaam zeker allemaal wel normaal. Maar er is ook best wel veel onzekerheid, hoor. Dat zeg ik u eerlijk, zeker vanaf de derde en vierde week... zien we dat er toch wel allerlei opties mogelijk zijn... en de verwachting erg onzeker wordt. Kijk nog wel even naar de neerslag, 29 april, 6 mei. Want komende week denk ik dat we nog steeds veel nattigheid hebben... wat natter weer hebben dan normaal. En die week daarna, nou, dan moet het langzaam maar zeker normaal gaan worden. Grote afwijkingen in neerslag zien we dan niet. Wel hier in het zuiden van Europa, rond de Alpenlanden en Zuid-Frankrijk het wel eens flink nat zijn door forse buien die daar tot ontwikkeling gaan komen. Gaan we terug voor Nederland. Wat is dan de samenvatting? Langzaam en zeker wel wat meer hoge druk invloed, maar nog niet volgende week. Ik denk dat dat nog een beetje te vroeg komt. Een droge weerbeeld, dat moet dan ook in die periode geleidelijk aan gaan ontstaan. Maar ook komende week voorzie ik dat nog niet. En te koel, ja, dat blijft het voorlopig wel. Want de komende weken denk ik niet dat we echt april zijn warmte gaan krijgen. En ook mei lijkt enigszins koel cool te gaan starten. Nog een fijne dag.